Oké, Thomas, we zijn er, gelukkig. Ja, het was een lang tochtje met de boot, maar gelukkig zijn we weer gewoon wel en veilig Ja, aangekomen. het is weer best wel koud. Ja, dat wel. Ja, waar zijn al die mensen gebleven, man? Het is hier zo donker, het is stil, er is echt helemaal niemand binnen. Nou, hier brandt wel een beetje licht, maar je hoort ook niks. Nou, ik denk niet dat ze slapen terwijl hier gewoon een boot kaar door het ijs spreekt, maar Ja, op zich heb je ik daar weet wel niet. een punt. Maar ik hoop niet dat er veel te veel rovers zijn en ik heb mijn zwaard bij me. Ja, ik ook. Maar stel, wij zijn wel flinke doelen, omdat, ja, we zijn best wel goed gekleed en zo, et cetera. Nou, ik hoop niet. Misschien komen we hier nog wel tegen, want ik denk dat met de voet nog wel een Ja, lange laten we reis maar een is. paar zoeken dan. Oh, hier zijn. Die, Wat is Ik er? zie hier Oh, ezels. ezels. Oké, laten we die ezels Oh, nog maar één. pakken dan. Mooi. Ik krijg hem alleen niet Oh. echt los. Zo, ik heb hem nu. Ja, ik kan hem nu Ben je klaar los. om te gaan? Ja, ik moet even dit ding nog loshalen. Ja, Ik is heb goed. lead gepakt. Het is hier echt koud. Nou, laten we maar. Ik hoop dat deze ezels snel kunnen. Natuurlijk zijn ze wel wat langzamer dan paarden. Maar alles is beter dan met de voet. Vooral met je voeten hier door het sneeuw. Ja, En het is oeh, flink nog koud. een leuk huisje. Ja. En dit huis doet me wel denken aan Etherrack. Veel van deze huizen heb ik al gezien. Ja, ik ben al een tijdje niet meer geweest. Zeker niet toen jij eigenlijk naar Era was verbannen. Ik dacht, ja, het zal wel, het is niet mijn zaak. Maar ja, nu met de ko nu zeker dat ik koning ben, dan moet ik er wel weer een keertje naar terug. En ik baal er wel van dat veel oude vrienden dood zijn gegaan, zoals Ramon, Robin Ja. en zelfs wel Technolium. Ja. Echt best wel balen op Ja, zich. hopelijk mogen ze nu in een betere plek zijn. Wow, Maar, wow, oh! flinke muur, man. Nou, ja, niet schrikken, maar dit is dus echt de poort en de muur van Zephyrin. Want, nou, de Wauw. meeste oorlogen winnen ze vroeger tegen Andal ook soort van. Dus je komt er niet zomaar doorheen. Dus Wauw. een aanval wordt lastig. Het is best wel groot, man. Ja, maar laten we Wauw. doorgaan, want het is nogal koud. We Ja. kunnen beter nog, als we iets willen overleggen, in een herbergje. Ja, laten we een herberg Maar zoeken dan. trouwens, toen ik eigenlijk bij Sam was en ik weg wilde gaan, toen zei je dat je een beetje hoge nood had of dat je dringend naar Seven wou gaan. En waarom was dat eigenlijk? Nou, ik heb verhalen gehoord van ja, speciale mensen die tactieken hebben over ja, speciale dingen. Laten we daarop houden, oké? Okay? Oké, is goed. Dus ja, ik denk dat we maar is dat het goed is dat jij hier blijft of iets Oké. gaat doen wat jij leuk vindt. En dan ga ik even ja, ik ga even rondlopen en op zoek naar ja, Oké, datgene is wat ik goed. zocht. Tot ziens, Ja, Thomas. tot ziens. Oké, nou op zoek gaan naar koning Dennis. Kijk waar hij zich verschuilt. Waarschijnlijk is een laffe troonzaal. Ja, waarschijnlijk zijn er al wat aanwijzingen. We gaan even rondkijken. Er is hier toch niemand aanwezig. Misschien dat er nog wel mensen of aanwezig zijn die mij kunnen helpen. Want ja, die verdomde mensen uit Zevran zullen waarschijnlijk toch nergens goed voor zijn. Dus ja, alles wat ze geflikt hebben. Eens even kijken of ze hier in de troonzaal zit of. Wat is dit? Oh, wacht. Dit doet me een beetje denken aan de Grand Exchange die ze ook in Alolus hadden. Een van de grotere handelswerken. Op zich best wel mooi om dit te zien. Doet me weer denken aan de goede oude tijd. Maar ik hoorde net wel wat. Het lijkt wel alsof iemand me volgt of. Ja. Laten we maar even in een paleis gaan kijken dan. Kijk waar die Dennis. Oh. Mooie tuin dit en mooie kapel. Veel bomen. En het is echt groot. Maar laten we maar eens gaan kijken waar die zielige koning Dennis is. Wacht maar, Dennis, wacht maar. De troonzaal. Waar is koning Dennis? Eens even zien. Leeg hier een beetje. Oh. Wacht, wat doet mij dit? Wat doet mij dit hier? Laat het bij mij even schuil houden, want ja, mij is een gevaarlijke piraat en ja, wow, waar praat hij over? En ik kom Zit afvragen. Dennis daar? Oh ja, Goed, Dennis, koning ik Dennis. hoor het. Goed, kapitein Ik Mijn. moet even wat meer naar binnen Ik heb op gaan dit moment de farmers sluipen. opgelost, de boeren, het enige wat ze nodig Ja, hadden was wat hier, extra daar zit geld. hij En die wel. vonden dat ze Die niet meer vuile, betaald. Dus ik heb met vuile.
De hertog die daar zit. Oké. Hier, achter de bal. Het is opgelost, dus dat is geregeld. Ja, oké. Okay. Waar is schreeuwen ze zeg, man. Echt. Ja, Jay is al met zijn man vertrokken naar Verox. Er zit gelukkig niemand verder. Ja, over... Laten we maar doorlopen. Verox. Ik ga weer terug naar Morgan. Okay. Denk dat we zullen me echt totaal niet zien aankomen. Willen spreken en zeker willen horen over het, over het plan. Domme minded en dus, domme koning. Dance. Ja, dat, ik denk dat ik dat... Ik ga er maar naartoe. Dus ik ga ze raak even mijn spullen pakken in de... Jij gaat helemaal nergens naartoe, kapitein Meindert. Kijk maar eens naast je. Hallo. Oh! En u bent? Kant. Oh. Leon, wat doe je hier? Gaat je even niks aan, ik ben hier voor hem. Gegroet, koning Dennis, als ik het goed heb waargenomen. Ik heb een paar vraagjes voor jou. En u bent? Ik ben de koning van het landje wat u vroeger ten val heeft gebracht. Met uw slimme gedachten over, ja... Macht misschien? Welk land? Leon, hoe bedoel je? Welk land? Wat is er met je oren? Hou je mond! Kapitein Meindert, dit zijn uw zaken niet. Koning Dennis, wat u heeft gedaan is niet, echt niet door de vingers te zien. U heeft ervoor gezorgd dat Era gevallen is in de tijden van de oorlog tussen Zephyrin en Andal. En hierbij, ja, ik wil graag weten waarom bent u... in uw debiele hoofd zo ver weet te komen om dit te veroorzaken. Ik weet niet precies waar je het over hebt. Die bomen zijn lang geleden, hebben wij die hierheen gebracht. Omdat het hier het lichtpunt was voor ons. Ja, nou, kijk, dat is dus een probleem. Uit egoïstische redenen heb jij ervoor gezorgd dat dit op mijn land is gebeurd om jou sterker te kunnen maken. Dit is gewoon Leon, niet... Ja, wat? Waar heb je het over? Hoe bedoel je, hij heeft je land gevallen? Die bomen... Dat waren de orks. Nee, hij was het. Hij heeft onze bomen gejat, waardoor hij sterker kon worden en dat wij zwakker zijn geraakt en wij ten val werden gebracht door de orks. Maar goed, ik ben er klaar mee. Ik verklaar hierbij de oorlog van Zephyr vanuit Era. Ik weet niet wat je hier te zeggen hebt. Ik verklaar oorlog met u. Als ik u was, zou ik iemand snel weggaan. Nope, en ik zal u nou niet vermoorden. Ja, is goed. Tot op het strijdveld, koning Dennis. Tot dan, koning Leon. Dennis, ik denk dat het voor mij hoogst tijd is om terug te gaan naar Morgan. Oké. Leon! Leon, wacht! Wat? Hier, Leon. Wat moet jij nou weer aan mij net? Dit zijn verder jouw zaken niet. Het gaat helemaal niet over jou. Ja, maar dat bedoel ik ook niet, maar luister, Leon, wat is er allemaal gebeurd in Era? Van, ben je een elf geworden of wat is er allemaal gebeurd? Nou, toen jij ervoor gezorgd hebt samen met Gio en met Thies dat ik verbannen werd naar Era, is er veel gebeurd in die tijd. En... Ik heb er niet voor gezorgd. Ik was er alleen bij. Ik kon daar geen stem op uitbrengen. Ja, maar goed, dat gaat er nou niet om. Het gaat er nou om, terwijl ik in Era was, is er veel gebeurd. Zo hebben de oorlog... plaatsgevonden tussen Era en tussen de elfen die er nog leefden. Zoals Thomas die mij heeft geholpen. Maar het is nou een probleem dat toen ik alles had overgenomen en dat Era weer hersteld is, zoals je nu al wel zou kunnen weten, mm-hmm. Is er dus een contact gekomen tussen iemand, een anoniem persoon, die mij de boel heeft uitgelegd. En... Hoe bedoel je de boel heeft over die bomen? Ja, want... In die tijd toen Era nog als het ware een zelfstandige staat was in de tijd van Zephyrin tegen Andal, zijn er een groep van Andalianen, of ik bedoel Zephyrianen, die zijn naar ons land toe geweest. En we hebben ze gewoon als gasten goed gevoed en alles ging verder goed met ze. Maar doordat ze zagen dat wij krachten kregen door de bomen, dachten ze van, hey, weet je wat? We houden dit voor onszelf. En daardoor is dus Era gevallen, doordat wij die krachten niet meer hadden. Omdat wij als het ware zwak zijn geworden, daardoor. Maar nu is onze kracht voor een deel hersteld. En zijn wij klaar voor een eigen strijd tegen Zephyrin. Dat is hartstikke leuk voor jullie twee. Maar ik heb geen zin in oorlog. Je vergeet dat Andal er ook nog steeds is. En Andal wordt met de dag sterker. Andal? Daar hebben we de vloer mee aangeveegd, mij dit. Wees dan niet zo'n grappenmaker.
Ik weet niet hoor, maar ik heb er echt geen goed gevoel bij. Andal is ondertussen hier ook in Zephyrin bezig. En ik heb nog steeds... Nou, waarom... Wacht even, nu je zegt dat ze hier in Zephyrin bezig zijn, laat ze lekker hun gang gaan. Ik heb verder geen problemen daarmee, maar... Ja. Leon, je vergeet het feit dat Andal niet hetzelfde is als vroeger. Ja, maar ik ken Andal verder niet. Uiteindelijk één voor één elk... Ja, maar Andal gaat elk land één voor één uitschakelen. En uiteindelijk gaat Khal Drog waarschijnlijk ook wraak nemen op jou weer dan. Ja, oké, daar heb je wel een punt. Maar wat kunnen we dan doen? Volgens jouw methodes? Ja, waarom? Nou, volgens mij moeten we geen oorlog met elkaar gaan voeren. Want dan maken we onszelf alleen maar zwakker tegen Andal. Nou, dan weet ik het goed gemaakt. Jij hoeft je er niet verder mee te bemoeien. Wij kunnen wel neutraliteit hebben. Maar hij gaat eraan. Oké, dat vind ik dan wel goed, denk ik. Maar je weet dat Zephyrin ook samenwerkt met Perox. Ken je Perox? Wat is dat voor iets? Kan je dat eten ofzo? Of, het klinkt wel grappig. Nee, Perox is een land onder Morgan. Dat is een hertogdom onderdeel van Zephyrin. Alleen dat is uiteindelijk een zelfstandig land geworden. Maar dat werkt dus samen met Zephyrin nog steeds. Dus ik weet niet, je hebt dan twee landen sowieso tegen je. En ik neem aan dat Dennis ook nog tegen mij gaat zeggen dat ik tegen jou moet helpen. Wat ik dan wel even goed moet uitzoeken. Maar Leon, ik weet niet. Ik heb hier trouwens nog een kaart. Dit is een kaart van Ties. Asher heet het. En ik weet niet wat ermee is, maar toen ik het pakte, toen hoorde ik Ties praten. En de laatste tijd heb ik het gevoel dat het zwaard steeds vaker tegen mij praat. En dan hoor ik heel het raar pokeluiden en dan hoor ik ook Ties praten. En dat is heel, heel apart. Ik weet niet, weet jij er iets van? Hij lijkt wel een beetje op mijn zwaard, zoals ik kan zien. Dit is namelijk de Vohammer, die heb ik toen laatst laten maken door hertog Milan, maar hij is ook dood gegaan helaas. Ik weet niet of jij dat weet. Ja, ik was daar een soort van bij, zou ik maar zeggen. Hij ging de alarmbellen luiden in Aloris toen hij met de hele klok en al de hele toren Ja, dat verhaal ken ik wel, meen het. Dat gaat niet om. Maar zoals je ziet, hij lijkt wel een beetje op de Vohammer. En ik heb nog een zwaard, dat is van een oud broeder die ook gevallen is in de strijd. Dit is dus de Oathkeeper, hij lijkt daar ook wel een beetje op. Misschien dat het iets zou kunnen, te maken zou kunnen hebben met deze zwaarden. Ik kan het opzoeken in de boeken van Era, dat er misschien wat informatie over is. Ja, ik verwacht dat er in Morgan niks over te vinden is. Dus ik denk dat jij dat inderdaad maar even moet opzoeken. En als je iets erover weet, dan kom je maar gewoon naar Morgan toe. Naar Eron, denk ik. Daar kan je hem wel vinden, denk ik. In de bar, zo, I don't know. Ja, of je slaafjes, of weet ik veel. Nou, slaafjes. Ja, vrienden, zijn allemaal, weet ik veel. Het maakt me niet uit. Ik zoek het wel op, mijne. Maar ik moet nog gaan. Ik moet mijn leger klaarmaken. Want zij gaan er helemaal aan. Ik weet niet of je verder nog wat te zeggen, maar ik moet met spoed weg. Gegroet, Koning Leon is het dan, hè? Ja, gegroet, kapitein Mijnen. Tot ziens. En dan mag ik u zien in Eron.